mijn eerste dag was ik natuurlijk veel te vroeg daar. Ben ik even in mijn auto blijven wachten, maar uiteindelijk ben ik toch binnengegaan en ik ben heel goed ontvangen geweest. De eerste dag bij Atos zelf, om daar te gaan werken, was eigenlijk redelijk open. We werden daar goed ontvangen en goed begeleid eigenlijk. Ik kreeg direct een pc ter beschikking. Er wordt een tegenzetting gegeven over hoe het bedrijf werkt. Er wordt gepraat over uw carrièreplanning. Je wordt echt wel behandeld als een werknemer van de klant en niet als een externe werknemer. De integratie bij de klant verloopt eigenlijk zeer vlot. Ik voel mij echt perfect thuis. Het zijn allemaal zeer sympathieke en open mensen. Er is niet echt een verschil tussen het communiceren met Excellis-collega's, buiten uiteraard de leeftijd. In contact komen met mensen en hun problemen oplossen vind ik heel fijn. En bij de opdracht, bij de klant, komt het zeker aan bod. Het grootste positieve punt eigenlijk, dat ik ervaar aan nu effectief in het werkveld te kunnen beginnen, is het productief kunnen bijdragen tot projecten. In het studentenleven was er nog een zekere nonchalance die eigenlijk getolereerd wordt. Maar in de bedrijfswereld kan dat eigenlijk zeker niet. Ik had vooral moeite met het feit dat uw dagen nu veel, veel meer gevuld zijn en dat zaken die ik normaal gemakkelijk kon regelen door de week, dat moet nu allemaal in het weekend gebeuren. Dus dat is wel een van de aspecten die bij het werken horen natuurlijk.